De Koninklijke Nederlandse Horeca luidt al langere tijd de noodklok. 1 op de 3 horecazaken dreigt vanwege de coronacrisis failliet te gaan en het toepassen van de 1,5 meter regel is in de horeca niet mogelijk. In tegenstelling tot veel vakbroeders denkt horecabaas Alex Verburg dat het voor hem wel mogelijk is om op die manier horeca te bedrijven. We hebben een dag uitgetrokken op de zaak om te kijken hoe we dat moeten gaan invullen. Hoe de routings lopen, hoe we kunnen serveren, wat er voor nodig is. En dan kom je achter allerlei dingen. Ja, gewoon eigenlijk gewoon echt gewoon proberen en kijken waar je tegenaan loopt. Als je de zaak ziet, dan hebben we het echt heel erg ruim opgezet. Er zit meer dan 1,5 meter tussen elke tafel. We hebben, waar normaal 4 personen aan zitten, hebben we de tafel laten staan. De stoelen zijn weggehaald. Natuurlijk wil je zo economisch mogelijk indelen. Maar ja, het blijkt gewoon dat je echt niet verder komt dan 40% van je normale bezetting, zeg maar. Het is gewoon anders niet haalbaar. Wil je echt die regels helemaal goed kunnen naleven. Ik heb de trolley. Ik rij naar tafel. Ik schenk het drankje. En ik zet de drankjes hier neer. Nou, kijk, mijlenver weg. Ja, het wordt wat onpersoonlijker natuurlijk. Je hebt minder rumoer, gezelligheid. De een zal het wel erg vinden en de ander vindt het totaal niet erg. Vervolgens kan ik weer weg en kunnen de gasten zelf hun drankjes pakken of hun eten pakken. Of iets dergelijks. 1 route wegbrengen en andere kant vuile vaat naar binnen brengen. Gasten die binnenkomen, idem dito, die lopen allemaal volgens 1 route. Ze komen binnen via de hoofdingang, maar ze kunnen weg door ook nog 2 andere deuren. Nee, rendabel is het niet. Nee. Het is gewoon proberen break-even te draaien. Het zal het uitwijzen. Ik ben zelf heel erg positief ingesteld en ik denk dat het allemaal goed komt. En laten we daar maar gewoon van uitgaan, dat het allemaal goed komt.